Sassine even lekker de warmte opgezocht. We zitten op de Kop van Zuid, Rotterdam. Hoe bevalt dat, de stad? Jouw nieuwe stad, hè? Ja, ja. Voor de mensen die het niet weten en iets minder leuk nieuws. Ik ben eigenlijk een echte Amsterdammer. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Ik heb zelfs in mijn tijd bij Utrecht nooit in Utrecht gewoond, maar altijd in Amsterdam. Ja, dus dit is echt een stap voor jou, hè? Ja, maar als ik eerlijk ben, het is echt leuk hier. Het echt, echt. Ik heb net weer even een leuke wandeling gehad. Dat was echt ja, top, echt waar. Die uitzicht die je hier hebt, windje die over je heen blaast, kan je niet beter vinden. Je bent altijd Amsterdam gewend geweest. Aard je dan snel in Rotterdam? Is dat heel anders wonen hier? Nee, nee. Maar, kijk, Rotterdam is ook nu heel erg groeiend en ook veel toerisme komt nu ook richting hier. En daar ben ik best wel gewend in Amsterdam. En het is ook gewoon een hele grote stad, hè, natuurlijk. Kijk, ik denk dat ik het moeilijker zou vinden om, ja, om ergens in een boerendorp te gaan wonen. Maar dit is wel echt te doen voor mij, man. Mijn gezin heeft het leuk, ik heb het leuk. Dus we mogen echt niet klagen. Ja, want dat is belangrijk voor jou, hè? Dat je familie, als je familie zich op de gemak voelt, dan ben jij dat vaak ook, hè? Happy wife is a happy life. Ja, nee, dat zeggen ze natuurlijk. Hè. Ja, nee. Ja, kijk, als je gezin gewoon het goed hier heeft en alles is ook gewoon zo dichtbij hier, weet je. De kinderen kunnen rustig naar de opvang toe en mijn zoontje gaat naar de voorschool toe. Dus ja. Is altijd, ja, er is ook altijd wat te doen. Het is lekker, de stad is dichtbij en wil je de rust, dan ben je hier lekker in de omgeving. Dan is het rustig, kan je hier lekker wat drinken. Dus, ja, je wordt bijna niet lastiggevallen. Af en toe komt er wel eens iemand langs om een foto te vragen. Dat is ook heel normaal, dat hoort er ook bij. Ja, ja. Maar het is niet zo dat het continu zo is, weet je. Dus je hebt echt je rust hier. En als je de drukte wil gaan, dan is dat 10 minuten lopen en dan ben je er ook, weet je. Lekker. Dus ja, voor mij is het echt een ideale woonomgeving. Toen ik 18 werd en toen veranderde ik ook in mijn gedrag en werd ik veel rustiger en toen leerde ik ook een beetje mijn vrouw kennen en, ja. En ja, toen was het echt voor mij van, ik denk dat dit het beste leventje is om als voetballer te hebben. Ja. Stabiliteit. Concentreren op, ja, op je gezondheid, op je trainen. Ja, en vooral je stabiliteit. Dat ja. Is echt, want ik raakte toen ook geblesseerd. Ik brak toen mijn kuitbeen. Ja. Ik sloot net aan bij het eerste, was een beetje 17. Ja, ja, 17 was dat, ik werd net 17. Toen brak ik mijn kuitbeen en uiteindelijk in totaal lag ik er bijna een jaar uit, omdat ik ook last kreeg van mijn knie. En in die fase werd ik ook echt heel rustig en ging ik me beseffen wat ik eigenlijk zou mislopen als ik er niet alles aan zou gaan doen. En dat, ja, ja, toen ben ik ook echt een beetje veranderd daarin. En toen kwam je vrouw tegen ook in die periode. In die periode. Viel eigenlijk alles samen. Eigenlijk, ja. Ja. Ja, geluk bij een ongeluk. Je bent niet je vrolijkheid verloren daardoor. Je ziet er af en toe nog uit als een jonge hond. De vrolijkheid die je uitstraalt op de trainingen. Ja, dat wel. Kijk, ga je eerlijk zeggen. Je kan serieus worden, maar mijn gedrag verandert niet. Ik blijf gewoon degene die ik ben. Kijk, ik vind het gewoon leuk om een dolletje te maken. Een beetje pesten hier en daar. Ja. Dat hoort er allemaal bij, weet je. Ik ben nog steeds een jonge jongen. En ben 24. Mag wel twee kinderen hebben, maar een beetje dolle hoort erbij. Plezier gemaakt worden. Ja, ja, precies. Ja, zo is het leven, weet je. Je moet ook kunnen genieten van het moment. En, weet je, als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt op de wereld, dan mogen wij echt niet klagen, man. Elke keer dat geklaag van ons, dan moet ik een keer ophouden, maar een beetje geniet van het leven, joh. Ja, toch? Dat maakte je een graag geziene teamgenoot bij FC Utrecht. Dan was je een van de sfeerbepalers in de groep, hè? Ja, klopt. Wat heeft jij toen doen besluiten? Je zit daar lekker in je vel bij FC Utrecht, je doet het goed daar. Ja. Maar op een gegeven moment heb je heel duidelijk ook naar de buitenwereld toe uitgesproken, ik wil die stap gaan maken naar die top 3. Wat was het moment dat je dacht, daar wil ik voor gaan? Als ik eerlijk ben, toen op een gegeven moment op de trainingen hoefde ik niet meer vol te gaan. En dat is het moment dat je dan eigenlijk te laat bent. Ja. Je moet dan eigenlijk al weg zijn. Omdat je dan, als je het gevoel krijgt dat je laks wordt, dat is niet goed. Omdat je dan niet jezelf meer goed genoeg kan motiveren om toch datgene eruit te halen wat er eigenlijk in moet zitten. En
ja, vanaf dat moment wist ik van ik moet de stap gaan maken. Ik moet weer geprikkeld worden. Ik wil nog veel leren van spelers waarvan ik, ja, zoals nu Robin, ja. Zulke spelers, ik wil daarvan leren. Ik wil nog heel veel, ik ben ook heel erg leergierig en ik luister heel graag naar adviezen en zo. Dus ik had dat echt nodig weer, om naar jongens op te kijken. Ik kan me voorstellen dat je staat te popelen om een basiskracht te worden bij Feyenoord, meer minuten te maken enzovoort. Ja, kijk, tuurlijk, ik moet eerlijk zijn, weet je. Ik had wel gehoopt dat ik zou gaan spelen afgelopen zondag. En ik heb 3 invalbeurten gehad. Ik ben goed ingevallen, denk ik. Ik heb elke keer een bijdrage kunnen leveren aan de prestatie van het team. En dat is toch een positief punt. En ik hoor heel goede geluiden van buitenwacht. Dat mensen me graag willen zien op het veld en zo. Dus dat is allemaal goed. En weet je, het enige wat je kan doen als speler is geduld hebben. En hopen dat de trainer je die kans een keer gaat geven. En dan moet je er staan. Hè. En de volgende zondag is een hele bijzondere daarin. Ik kan me voorstellen dat je elke wedstrijd heel graag wil spelen, maar deze... Nee, deze. Ik hoop dat de trainer een uitzondering maakt. Deze mogen ze jou thuis laten. Ja, nee. Deze. Ik hoop dat deze... Hij mag me... De week daarop liever niet. Ik wil ook spelen, maar als ik moet kiezen, dan kies ik deze wedstrijd. Ja. Als je me begrijpt wat ik bedoel. Bijzondere wedstrijd, Feyenoord FC Utrecht in de Kuip. Ondanks dat er veel mutaties zijn geweest op trainersvlak in de spelersgroep van FC Utrecht, nog steeds wel heel bijzonder voor jou, denk ik. Ja, ik ken iedereen daar natuurlijk. Ik kom daar net vandaan. En, het is gewoon een hele mooie wedstrijd, man. Ik ben echt benieuwd naar hoe die gaat lopen. En ik hoop dat ik speel. Ik hoop dat ik vanaf het begin mag spelen. Maar goed, dat zien we allemaal wel, weet je. Alleen, ik weet zeker dat ik ervan ga genieten. Kuifvrees heb jij sowieso niet, hè? Want je lijkt je als een vis in het water te voelen in jouw nieuwe thuisstadion met jouw nieuwe thuispubliek. Ja, zeker weet ik. Ja, het is toch het mooiste wat er is, man. Een vol stadion. Het veld trilt bijna als er een goal wordt gemaakt. En je wordt elke keer aangemoedigd, ook al gaat het iets minder. En ze zijn er iedere wedstrijd weer. Dat is toch het mooiste wat er is, man. Ja, voor mij, ik heb het gelukkig niet. En ik hoop dat ik echt... mooie jaren tegemoet kan zien bij Feyenoord, man. Echt een prachtige stadion, man, daar. En een gelukkig mens, geloof ik, hè? Ja, ik mag echt niet klagen, man. Jij ook niet. Wij allemaal niet. We klagen niet. Thanks, man. Ja? Top, man. Dankjewel, man. Succes.